Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Hallo, mijn naam is Maxime Vijs en ik sta op de derde plaats voor het Vlaams parlement in West-Vlaanderen en ik ben kandidaat voor SPA. Tot voor kort was ik kabinetchef van het OCMW in kort. Ik ben ook voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij. En daar hebben we echt een, een, een modern en progressief sociaal beleid en een armoedebestrijdingsbeleid opgestart en ik vind nu dat we dat ook in Vlaanderen moeten doen want er is nog altijd veel te veel mensen die het moeilijk hebben in Vlaanderen en voor zo'n rijke regio kan dat echt niet de bedoeling zijn. Waarom stapt u in de politieke strijd? Wel, ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in politiek. Ik weet nog van kleins af, mijn, mijn vader heeft mij dat onlangs verteld, dat ik zeer gefascineerd was door De Zevende Dag, hein, want dat begon na Samson. Ik was zeer gefascineerd door het programma over de mensen die praten. En, en toen ook nog rookten zelf in, in de studio. Um, en dan, ja, ik, in, het, in het middelbaar onderwijs was ik ook al geïnteresseerd. Zo in verkiezingen, in de verschillende partijen, de verschillende visies die er waren. Dus dat is altijd al een interesse van mij geweest. En dan ben ik uh, gaan studeren geschiedenis, politiek en economie. En ik wou, ja, weten hoe de wereld in elkaar zit. Nu, nu, heel vaak denk ik wel, hoe meer dat je weet, hoe, hoe minder dat je begrijpt hoe dat de wereld in elkaar zit. Maar de, het echte politieke engagement is er eigenlijk gekomen na 2008, dus na de financiële crisis. Ik was toen student, toen uh, ja, door de banken uh, hele economieën de dieprik dreigden in te gaan. Um, en, en ja, dus die, die speculatieve financiële sector, die eigenlijk ja, de hele maatschappij... Uh, Benadeeld had. En daar wilde ik echt iets aan doen. En toen ben ik ook uh, lid geworden van SPA. Ik zat al aan de linkerkant in, in, in het studentenmilieu. Ik ging vaak naar debatten en zo. Uh, maar toen denk ik, heb ik echt bewust gekozen voor SPA en om, om te zeggen: van kijk, nu gaan we er iets aan proberen doen. Welke quote heeft u gekozen? Uh, ik heb een quote gekozen van uh, Franklin Roosevelt, de oud-president van Amerika. Uh, en dat gaat erover dat: The question of progress is not whether we add more to the abundance of those who already have a lot, It, but how we contribute to those who have less. Um, dat denk ik dat dat echt wel past voor de socialist. Dus, dus ik vind dat we moeten afmeten aan de sterkte van de maatschappij, aan hoe dat je met de zwakkeren omgaat. Omdat zij die geen hulp nodig hebben, die komen er wel, maar er is ongelijkheid. En hoe gaan we die via het beleid van de overheid eigenlijk? Uh, hoe gaan we die ongelijkheid tegengaan? Hoe zorgen we dat iedereen ja, uh, gelijk aan de meet komt en, en zijn droom kan verwezenlijken? Uh, dus vond ik een, een hele mooie quote. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Um, ik heb gekozen voor drie politieke voorbeelden, alle drie uit mijn eigen partij. Um, allereerst uh, Philippe de Koene, die is vijf jaar mijn baas geweest. Ik was zijn uh, kabinetchef in, in Kortrijk. En die heeft mij ook uh, uit de bouw gehaald. Ik, ik had uh, geschiedenis gestudeerd en politieke wetenschappen, afgestudeerd, midden in de crisis. Uh, en ik vond het heel moeilijk werk. En dan ben ik gestart als, als bouwvakker. Ik plaatste balustrades. Dan ben ik later werfleider geworden. Um, maar via een vriendin, ja, mijn toenmalig lief, was actief binnen SPA Kortrijk. En uh, op een dag vroeg Filip of ik uh, eens naar zijn bureau kon komen, want hij zocht nog een kabinetsmedewerker. En uh, zo ben ik eigenlijk ja, goed, uh, in de politiek beland. Uh, en Filip heeft me twee belangrijke dingen geleerd. Het ene is: we mogen nooit vergeten van waar dat we komen. Hè, want een socialist die, die komt van, dat is een partij van de straat, die komt op voor voor de mens, voor de, voor de werkmensen, voor de, voor de mensen die, die minder gehoord worden. En het tweede is dat je niet enkel moet, moet, moet spreken tegen mensen, want dat heel veel politici de neiging hebben om te doen, maar je moet ook luisteren. Uh, in het West-Vlaams zeggen we orten. Um, dat is wel een belangrijke kwaliteit. De, de tweede persoon, dat is, dat is Frank Van Den Broeke, uh, omdat hij was hein, de grote minister van SPA toen ik, toen ik net studeerde. Um, en ook de manier waarop dat hij aan beleid doet, omdat, omdat hij gaat nooit polariseren of in, in slogans vervallen, maar hij kijkt echt naar de feiten en naar de cijfers. Uh, hij heeft de blik op de toekomst, maar ook oog voor de zwaksten. En zo denk ik dat, dat, dat een goede socialistische politicus beleid moet voeren. En dan een de derde persoon is onze voorzitter, uh, ook West-Vlaming, John Crombé. Uh, omdat hij echt wel uh, ja, die, die vernieuwing in de partij wil. Ik ben, ben lang actief geweest bij de Jong Socialisten en van John hebben we altijd steun gekregen en hij was er echt mee bezig hoe, hoe dat jongeren hun plekje kunnen vinden in de partij en hoe dat we met die nieuwe uitdaging die, waarmee jongeren eerst geconfronteerd worden, hoe dat we die best kunnen aangaan. Dus, uh, dat zijn mijn drie politieke voorbeelden. Wat zijn uw politieke interesses? Die zijn heel breed. Ik, ik, ik zie mezelf liever als, als een generalist, iemand die van heel veel iets weet, dan, dan, dan echt een specialist. Die van één onderwerp echt in de diepte alles weet. Uh, tijdens mijn studies had ik dat ook al. In, 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 ik, ik specialiseerde me niet graag in één iets. Ik, ik wist ja, heel graag van heel veel iets. Nu, ik heb internationale politiek gestudeerd, maar ben dan eigenlijk in het andere uiterste in de lokale politiek terechtgekomen, professioneel. Uh, dat was in een OCMW en dat was iets waar, waar ik. Ja, echt niet zo vertrouwd mee was. Hè. Ik, ik, ik had mijn thesis geschreven over de, de Turkse energiepolitiek en de G8. En dan ben je plots bezig met, met, met kinderopvang te organiseren op een lokaal niveau. Um, maar ik vond het wel heel boeiend. Ik leer heel snel, uh, heel snel bij, uh, of zo zegt men mij toch. Uh, ik werk me ook graag in de nieuwe zaken. Dus, dus in het OCME was het vooral het sociale beleid. Um, ik ben ook voorzitter geworden van de Sociale Huisvestingsmaatschappij. Dus als ik één iets moet kiezen, is het echt wel het woonbeleid. Daar denk ik dat we echt wel het verschil mee kunnen maken, ook in Vlaanderen. Daar is er ook nog heel veel werk aan de winkel. Het probleem is dat we eigenlijk met een, een, een quasi-wooncrisis zitten in Vlaanderen. En, en het, die zit vooral op de private huurmarkt. Hè. Maar we zien daar dat, dat de helft van de woningen niet in orde is. is. Dat is een groot probleem. Want wie zit op die private huurmarkt, dat is maar 30% van, van, van de bevolking. Maar dat zijn meestal mensen die, die, die het wat moeilijker hebben. Omdat, ja, als je een huis kan kopen, doe je het meestal. Hè. Dat is natuurlijk eigen aan de Vlamingen. En dat komt deels omdat er veel te weinig sociale woningen zijn. Als we kijken, het, het, er zijn maar 6% sociale woningen in Vlaanderen. Ja, kijken we over het muurtje, dan zit je in Frankrijk aan, aan 18%. 18%. In, 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 in Nederland toch toch het, het, niet meteen het, het grote overheidsvoorbeeld, niet het grote welvaartsstaatvoorbeeld in, in Europa. Daar zit je aan 30%. Dus dat is vijf keer zoveel als bij ons. Dus uh, ik denk het belangrijkste dat we moeten doen, dat is een heel ambitieus bouwprogramma. Ik denk dat we zeker... 100.000 sociale woningen kunnen bouwen en moeten bouwen. En dat is een fundamentele keuze, ook op lange termijn, want bouwen doe je niet van vandaag op morgen. En dat is toch degene waarvoor ik, waarvoor ik echt wil strijden. Ja. Maar aan de andere kant, het, het, nu werk ik voor de provincie daar op het kabinet en daar zijn het allemaal ruimtelijke dossiers: het is economie, het zijn milieuvergunningen, het gaat over waterlopen, het gaat over rioleringen, dat is ook heel, heel interessant en ook, ja, dat bepaalt wel hoe we. Hoe we Vlaanderen organiseren, hè. Ons, ons ruimtebeleid bepaalt, hoe we wonen, hoe we werken, hoe we ons verplaatsen. Dus daar hangt dan alles mee samen. En, en die, die, die grote overkoepelende zaken van hoe gaan we dat aanpakken, ook, ook dat iets meer lange termijn gerechte, dat is iets dat mij toch wel uh, sterk aantrekt. Wat kan er anders en beter in de politiek? Ik doe heel veel schooldebatten uh, tijdens deze campagne. En dan, dan moet je echt proberen om, om jongeren van 16, 17, 18 jaar geïnteresseerd te krijgen in politiek. Want wat zien ze meestal, en da, da, nadien praat ik ook zoveel mogelijk met de jongeren zelf, ja dan, dan horen ze van ja, politici zijn ruziemakers, euh, politici euh, beloven veel maar doen niets, uh, het zijn allemaal korte slogans. Dat is natuurlijk ook een beetje de manier waarop we, we vandaag communiceren, hè. het moet allemaal in één tweet kunnen gezegd worden. En, en ja, ik ga toch wel liever wat meer in de diepte. Daarom heb ik ook bijvoorbeeld een podcast gemaakt uh, tijdens deze campagne om, om toch echt een half uurtje zo wat, wat dieper op een in onderwerp in te gaan. Dus wat ik vooral merk op die debatten is dat er onderling heel veel ruzie wordt gemaakt, meestal door, door de regeringspartijen onderling jammer genoeg. Um, maar ook, het is, het is, het is bits en, en er wordt gepolariseerd terwijl, ja, als we eerlijk zijn, geen enkele partij haalt meer dan 50%. Dus sowieso moet je nadien terug samenwerken. Maar je geeft het idee dat, dat, dat je dat totaal niet ziet zitten om, om samen te werken. Dat vind ik wel heel wat jammer. En dan het tweede is ook ja, wat eerlijkheid in de debatten. Wat ik bijvoorbeeld merk is, de, de, de partijen die in de regering zitten, ja, praten niet over het regeringswerk. Hè. Die zeggen bijvoorbeeld, er moet geïnvesteerd worden in het openbaar vervoer, terwijl ze net vijf jaar de keuze hebben gemaakt om, om te besparen op dat openbaar vervoer. En, en dat vind ik niet eerlijk, van, van op die manier aan, aan politiek te doen. En dan ja, ook, de, ook de voorbereiding. Ook. Ik... ik je kan niet over alles iets weten, maar ik merk toch wel wat gebrek aan dossierkennis bij veel mensen die, die debatteren, waardoor dat je, dat het moeilijk is om, om, om een fundamenteel debat te hebben. Omdat je, ja, je zit met ja, heel vaak in de stelling van ja, zegt de ene er is bespaard, de andere zegt er is niet bespaard. Ja, we moeten toch een stapje verder kunnen zetten uh, dan dat en, en, en ook wat op lange termijn kunnen werken. Dus uh, ik hoop... Uh, en ik denk, we zijn met de nieuwe generatie bij SPA en met mijn collega's, die zijn ook van die mening dat, we dat het toch op een andere manier en beter kan. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Wel, uh, ik heb gekozen voor uh, een t-shirt van uh, Tactics. Dus wat is Tactics? Tactics is een, een, een organisatie die ik samen met enkele vrienden heb opgericht. Uh, dat was in 2005. Um, het heeft eigenlijk niets met politiek te maken. Uh, het heeft wel te maken met, met hoe dat ik een beetje in de maatschappij sta. Um, ik, ik kom uit Kortrijk. En Kortrijk was vroeger een beetje een, een, een ingedommelde provinciestad. Uh, ze zeiden van ja, in Kortrijk is echt een patisseriecultuur, madame met een bontjas. Maar er was ook altijd echt een, een tegencultuur. We hebben heel veel niche-subculturen, uh, zeker, zeker in het muziekgenre. Um, en wij waren grote Durham Bass fans, hè, dus elektronische muziek. En we vonden het heel jammer dat wij altijd naar Gent moesten om, om naar de feestjes te gaan. En dan, dan merkten we ook op het einde van die feestjes stonden er allemaal mensen van Kortrijk nog, nog, nog tot vijf uur in de zaal. Um, want er waren geen drum en bass feesten in Kortrijk. Dus hebben wij gezegd, ja oké, okay, dan, dan doen we het maar zelf. Uh, dan hebben we de Tactics Divisie 2 opgericht. En we zijn, we zijn klein begonnen, hè. een feestje in een jeugdhuis, enkele onder ons zijn DJ geworden. En dan, uh, dat is uiteindelijk geresulteerd in een groot openluchtfestival met, met, met 15.000 mensen. Um, maar het sterke daaraan vind ik, we hebben dat gedaan, we hebben dat allemaal zelf gedaan, met, met, met vrienden die, die... Ja, wij waren maar ja, hangjongeren, zo men ons omschrijven, die, 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 die wat rondhingen op hun bankje en een parken. Um, maar ik ben er toch wel trots op dat we, we bestaan ondertussen al meer dan tien jaar, en dat we dat toch hebben neergezet. En, en, en ja, de, de trots als je samen op dat evenement staat en, en dat ziet, en mensen die zich amuseren, dat, dat geeft echt uh, een goed gevoel. Zeker ook omdat we het samen met al onze vrienden hebben gedaan. We hadden meer dan 250 vrijwilligers, want het was een, een driedaags festival. En uh, ja, die T-shirt was echt iets dat ons allemaal bond. En uh, ja, we zijn nu gestopt met dat, dat, dat festival te organiseren, maar die, die T-shirts liggen nog bij ons allemaal in de kast. En, en uh, ja, dat is een heel mooie herinnering. En uh, ik denk als mensen samen iets willen en samen aan iets doen met, met, met een goed idee. Dan komt er altijd iets moois uit en dan denk ik dat, uh, dat dat in de politiek ook moet kunnen lukken om dat te doen.